Ik ben Sita van Elden, ik ben 34 jaar en mij kunnen ze 's ochtends wakker maken voor een concert van Ras Castellano. Ras Castellano is een Finse band opgericht uit 17 metal muzikanten. En die spelen in december speciale kerstshows. En dan gebruiken ze klassieke kerstnummers vooral en die doen ze dan in het Fins. En dan met een metal tintje. Ik ga in december naar Finland en naar het concert van hun, voor het eerst. En ik heb contact met een van de leden en die heeft geregeld dat ik ze mag ontmoeten. Dus dat is allemaal heel erg spannend. Ja, het is gelukt. Ik ben met de kerst naar Finland geweest en ik heb de band waarvoor ik ging heb ik ontmoet. Alle leden, ja. We werden bij de zaal opgehaald door de drummer. Die had ik het telefoonnummer gegeven, dus die belde op van waar zijn jullie, kom jullie halen. Dus toen mochten we naar binnen en toen mochten we bij de soundcheck zijn. Nou, dat is al heel leuk, om al dat gekibbel tussendoor op het podium te horen. En nou, daarna het concert. Nou, dat was waanzinnig. Beter als ik verwacht had nog. En daarna mochten we mee backstage, mochten we mee naar boven. En iedereen ontmoet, iedereen, met iedereen gekletst, handtekeningen en alles. En toen heeft de drummer ons weer terug naar Helsinki gebracht met zijn auto. Dat is Pasi Rantanen, dat is de zanger van King Company en Thunderstone. Hij heeft twee bands. En dat is de eerste keer dat ik hem ontmoette daar in Turku. En ik had met hem nog nooit gechat, met de drummer wel, maar met hem niet. En ja, om hem te ontmoeten was wel echt, heeft wel indruk achtergelaten. Want hij was heel erg down to earth, heel erg rustig. Ik voelde me gelijk op mijn gemak bij hem. En hij praatte gewoon alsof je elkaar al jaren kent. Dat is heel apart, ja. En toen heeft hij me, toen ik thuis was, weer toegevoegd op Facebook, dus nou, ik heb contact met hem. Dat is hartstikke leuk.